Dus dat is het goede nieuws. Er is nu een bindend, juridisch bindend nieuw verdrag voor de komende jaren, waarmee we een aantal jaren in elk geval weer vooruit kunnen op het gebied van klimaatverandering. Parijs is een historische gebeurtenis. En niet zozeer wat sommige mensen nu zeggen dat we een klimaatprobleem hebben opgelost, maar we hebben een toekomst gecreëerd waarin het klimaatprobleem mogelijkerwijs kan worden opgelost. Het verdrag is mooi in de zin dat alle landen het eens zijn geworden over mooie doelstellingen dat het aan het eind van de eeuw niet meer dan 2 graden warmer wordt wereldwijd. Er zit wel een subtiel puntje aan, namelijk we hebben het over het eind van de eeuw. Dat betekent dat halverwege de eeuw het nog steeds warmer mag worden dan 2 graden. Dat heet overshooting. Alle landen hebben het voornemen geuit om die 2 graden temperatuurstijging niet te overschrijden. Zoals het er nu uitziet gebeurt dat nog niet. Want zoals de plannen die er nu liggen leiden tot een temperatuurstijging van tegen de 3%. Maar over 5 jaar worden de plannen zoals ze nu zijn voorgelegd geëvalueerd. Is dat ook daadwerkelijk uitgevoerd? En wordt iedereen opnieuw uitgedaagd om te zeggen van wat gaan we nu verder doen? Aanvankelijk was voorzien in een heel streng handhavingsmechanisme om ervoor te zorgen dat staten dan ook daadwerkelijk hun commitments, hun beloften zouden nakomen. En dat is eigenlijk min of meer uitgehaald. Er zit nog wel iets van een soort toezichtsmechanisme in, maar dat is puur facilitatief, dus niet bestraffend, alleen maar de ondersteuning van de staten. En dan hangt het dus heel erg af van de bereidwilligheid van staten om daadwerkelijk vergaande maatregelen te nemen. Komt niet de urgentie naar voren over welke enorme inspanning dit zal gaan kosten? En dan moet je eraan denken dat de inspanning om dit te bereiken is vergelijkbaar, is meer dan de inspanning die we nu weer leveren wereldwijd aan uitgaven aan defensie. Voor Nederland zou je moeten denken aan, je bent meer dan 10 miljard euro per jaar kwijt om deze transitie in gang te zetten die nodig is om aan het eind van deze eeuw zogenaamd klimaatneutraal te zijn. En het sterke is wel dat alle staten aan boord zijn. Het was voor Amerika bijvoorbeeld cruciaal dat China als de grootste vervuiler op dit moment zou gaan meedoen en dat India als de toekomstige grootste vervuiler ook gaat meedoen. En dat is nu wel verzekerd, dus dat zijn wel positieve kanten, denk ik. Het verleden, de eerste 20 COP-bijeenkomsten hebben niks opgeleverd, dus deze 21ste is een ander type. En geeft in ieder geval een kans om te kijken of dat ergens toe leidt. Dat is het grote verdienste op dit moment. Juridisch gezien worden China en India nog als ontwikkelingslanden gezien binnen het klimaatverdrag. En dat betekent dat zij gewoon profiteren van de financiële stroom die van ontwikkelde landen naar ontwikkelingslanden gaat. En ook van de technologische stroom. Want er zit ook een bepaling in het verdrag dat technologie moet worden gegeven, schone technologie aan ontwikkelingslanden. Het directe effect van Europa's reductie zal uiteindelijk niet heel veel zijn. China stoot al meer emissies uit dan Amerika. En Europa is minder dan een kwart en over een tijdje is het minder dan 10%. Dus wat er in Europa gebeurt, zou je kunnen zeggen, is relatief eigenlijk onbelangrijk op wereldtoneel over 50 jaar. Dat gezegd hebbende is er de hoop dat als in Europa die voortrekkersrol wordt gespeeld, waardoor ook schone technologieën zich ontwikkelen, dat die schone technologieën dan ook goedkoper worden en aantrekkelijker worden voor Amerika en China en Brazilië en alle andere opkomende landen, waardoor het voor die landen makkelijker wordt om mee te doen. Dus dat speelt mogelijk ook nog op de achtergrond mee als argument waarom Europa bereid is om een grote kosten te dragen, terwijl er op de korte termijn eigenlijk je denkt van dat heeft niet zo heel veel effect op wereldwijde emissies. Maar kun je een weg schetsen waarin wellicht wel succes geboekt wordt? Ik ben daar redelijk optimistisch over. We moeten nog even zien. Want als je straks als enige paar landen niet enthousiast inzet op het voorkomen van die klimaatverandering, ja, dan word je misschien het lelijke eendje in de club en ben je misschien bereid om dat alsnog te gaan doen. Daar zal het van afhangen.